En de protocollen die voormalig directeur van gezondheid Cleopatra Yesurun heeft achtergelaten, zijn protocollen van de WHO. Dit zei Amar Ramadin, hij is minister van Volksgezondheid en hij zei dat vandaag voor aanvang van de raadsvergadering. Yesurun had eerder aangegeven dat zij uit onvrede haar ontslagbrief had ingediend bij de minister. Zij wist het niet eens dat de nieuwe minister had gezegd dat er geen protocollen zijn ontwikkeld voor de aanpak van COVID-19. Volgens Yesurun is de samenleving verkeerd geïnformeerd door Ramadin. De minister zei echter dat hij geconfronteerd is met feiten en niet met protocollen. Ik heb zo'n stapel geprinte protocollen van de WHO gezien, dat zij voor mij heeft gestuurd. Dat zijn geen protocollen, dat kan ieder downloaden. Protocollen zijn op maat gemaakte richtlijnen voor de Surinaamse sectoren. Dus laten we die discussie over protocollen of niet voor eens en altijd afsluiten. Ik ben nu de minister in place. Mevrouw Yesurun vindt me arrogant. Goed, dan ben ik arrogant voor haar. Belangrijk is, ik heb de feiten op tafel gezien. Ik heb geen protocollen gezien. We moeten de protocollen, als ik ze heb, ready heb, zullen de sectoren ook zelf de protocollen met de media delen. En kunnen de sectoren zelf uitkomen over wat zijn werkbare en niet werkbare protocollen. Minister Ramadin gaf aan dat hij bezig is met het Nationaal Preparedness Plan. En dat plan is voorbereid door Virginia Asin Oostburg en gefinancierd door de IDB. Hij verzekerde dat het plan niet in een vergeethoek zal raken. Er is geld tegenaan gegooid. Ja, dus laten we eerlijk zijn en open zijn tegen elkaar. Wanneer we geld investeren in plannen, dan moeten we ook kijken wat de bruikbare zaken zijn. Nu, het is een dynamisch proces. Een pandemie, een epidemie is een dynamisch proces. Ten tijde van het samenstellen van het plan waren er andere inzichten. Nog mooier is en nog trickier is eigenlijk dat het een nieuw virus is. Dus we leren er dagelijks, komen de inzichten erbij. Ontstaan er nieuwe zaken. We horen over vaccins en over de ontwikkelingen daarin. Dus we moeten kijken. We moeten niet alleen focussen en zaken gooien in de ether. Ook aan de vorige mensen die zeggen van er zijn plannen die aan de kant worden gezet. We zetten niets aan de kant. We zetten ook niemand aan de kant. Als mensen weg willen gaan omdat ze niet willen werken meer, dan moeten ze dat ook gewoon eerlijk zeggen. Minister Amar Ramadin van Volksgezondheid. We spraken hem vanmorgen op de stoep van het kabinet van de president voor de aanvang van de wekelijkse raadsvergadering.